Welkom bij De Lezer des Vaderlands. Ik lees en bespreek in 2022 alle Nederlandse fictie die in de bestseller 60 verschijnt. Met heel soms een uitstapje naar wat literaire non-fictie, maar zeker geen vertaalde boeken. Ik offer me op voor het vaderland en aan het eind van het jaar maak ik de balans op. Boek 48 is Altijd Nooit Meer van Loes ten Hollander. En bij nader inzien heb ik dit boek iets te snel op mijn lijst gezet, want het is geen fictie. Den Hollander is bekend vanwege haar thrillerboeken en ik ging er abusiefelijk van uit dat dit boek ook een thriller zou zijn. Maar het is een verslag van een rouwperiode nadat de man van de schrijfster is overleden. En daarmee zit ik met twee problemen. Eentje is overkomelijk, want het is geen ramp om incidenteel wat non-fictie te lezen voor dit Lezer des Vaderlands project, om dan het boek ook nog te bespreken. Het tweede is wat lastiger. Wat moet je met zo'n relaas het wel gaan hebben over de literaire kwaliteiten van het boek? En tegelijkertijd is dat ook de vraag in Den Hollander. Waarom wil je deze tekst zo persoonlijk publiceren met het risico dat een lezende snotneus als ik met zijn leesprojectje er misschien wel botte kritiek op gaat geven? Er komt een dag dat jouw kasten leeg zijn, dat aan de kapstok alleen nog mijn jassen hangen en in de kledingkasten alleen nog mijn kleren te vinden zijn. Later. Ooit. Nu nog niet. Nog lang niet. Den Hollander is dus bekend als thrillerschrijfster, maar ik moest toch even opzoeken welke boeken ik van haar heb gelezen. Want deze zijn niet blijven hangen. En dat zijn er zelfs drie die ik heb gelezen, omdat leerlingen van mij die hebben gelezen. Maar bij geen enkel boek was ik enthousiast. Maar enthousiasme bij rouwverwerking lijkt me sowieso verkeerd. Den Hollander beschrijft de wankele voorgeschiedenis, waarin ze ook een tijd mantelzorger is geweest. Ze schrijft dit boek duidelijk als een eerbetoon aan haar overleden man. Ik heb de eerste hoofdstukken van dit document laten lezen aan mijn uitgever en ze zei dat ze dit wil uitgeven als ik klaar ben. Sinds gisteren weet ik zeker dat ik hier akkoord mee ga. Na de mededeling dat het boek uitgegeven gaat worden, merk ik dat de tekst zich wat meer richt op de mogelijke lezer. De tekst wordt daarmee wat minder intiem en dat vond ik wel prettig. Voor de rest is Den Hollander die ook beschrijft dat ze in deze periode de Gouden Vleermuis wint, een oeuvreprijs voor haar thrillerboeken. Iemand die denk ik vooral veel van schrijven houdt en ook veel boeken heeft geschreven, maar die mij qua stijl, opbouw, beelden en rouwgedichtjes en niet zoveel te bieden heeft. Maar nogmaals, het is stomzinnig om daar de nadruk op te leggen. Dit boek is niet voor mij geschreven, maar voor leeftijdsgenoten van de schrijfster, lotgenoten die misschien de woorden nodig hebben voor herkenning of troost. Mensen die een tekst zoeken ontdaan van schrijversambitie. Iedereen neemt op zijn eigen manier afscheid en dat is een puur persoonlijke belevenis die compassie en respect verdient. Ik denk dat een verhaal over dit proces altijd andere mensen kan raken of helpen. Daarom schrijf ik hier ook zelf over en mag het gepubliceerd worden. Er zijn fantastische persoonlijke literaire rouwromans geschreven. Ik denk aan Van der Heijden, Palme, Tomese, Enkvist, Hemmerrechts, Knausgaard, Barnes en onlangs nog het sympathieke Liverpool van James Worthy. Altijd Nooit Meer valt niet in dat hokje te plaatsen en richt zich op een heel andere doelgroep en hoort dus ook thuis op een andere boekenplank. Word nu ook een lezer des Vaderlands of maak van je beste vriend of vriendin of van je kind of van je opa of oma een lezer des Vaderlands en bestel dit leuke t-shirt. Kijk nou, ziet er toch leuk uit? Of bestel een hoodie, een sticker of een tas. Linkje in de beschrijving.